up, it's your boy Excellent. We zijn bij Partial Battles, Next Gen, de try-outs. Maar ook bij de try-outs is het publiek actief zoals altijd, man. Hoor maar. Laten zien dat ze erbij horen in het volgende seizoen. Dan krijgen ze allebei één ronde door, één ronde voor. Het wordt beoordeeld door de deskundige jury. Klopt je die, Tim, met je beuk? Zoals je hebt gehoord, man. Rapper aan de rechterkant, zelfs al voor. Ben Maya, ik kom uit Den Haag en ik ga Engels spitten. Oké. Rapper aan de linkerkant. Aholo 23, Nijmegen, Enschede, let go. Tweede keer. Oké, eens even die wil beginnen. Maya gaat beginnen, maar pas nadat jullie me een beetje energie geven, man. Let's go! Let's go! Hi, you are supposed to be masculine, but all I see when I look at you is a cupcake that's way too fruity. So, to make the outside match the inside, I'll slide up on little Miss Tiffany and put double D's on his chest like big boobies. But fuck that, enough with the jokes. I came here to show y'all that I'm a killer. And that means that from this moment on, I'm gonna be spitting all bars and no filler, you feel me? Cool, then let's get straight into that Maya shit, that real shit. Been jumping barrels since 94. Nigga, that is 8-bit, shroom double, I'm dodging these shells. That's Matrix, pull out the twins to make you lick the window. That's Aphex, I've been nice with the bars. And everybody that I battle already know that I ain't got no equal. It's just that my morality prevents from catching a body. The green face, I mask the evil, but the fact remains, and your opponent left Earth in that last battle. So he figures that his name is Apollo, but yep, looking kind of shaky, my nigga. Had no bars, composure, or delivery. So it's only right that we call you a hollow. And try to remember that excellent called Tommy in that last battle, my nigga. And yet somehow you managed to break free from that shackle. But the first bar you spit was kind of high. And you choked on your second bar like a Lux battle. See, I'm the truth. And ain't it dope to see how Duke can rap? Well, I mean, we can duke it out as soon as I get to the Duchess. But if you ever want to be sure you can beat me, nigga, know that you have to start adding some fire to those punches. Tom. Yes, sir. Yes. Let's go. Okay. Ik kreeg een mail met de naam Maya. En ergens vond ik dat niet zo fijn. Ik dacht in hoe die de toekomst kon voorspellen te bettelen. Blijkt het een gehandicapte broer van Mailman te zijn. What the fuck doe je hier, gast? Je baas zit nog in Spanje. Geen afro, trust, punchline, je hoofd lijkt gewoon op een kastanje. Wat ruimt er op Maya, Rades? Je hebt de huidskleur als de binnenkant van mijn anus. Mijn pijlen zijn nu geslepen, alles op scherp en op jou gericht. Met het kruis boog ik het touw tot mijn munitie vast in je gezicht zit. Blijf doorgaan tot je dood ligt. En ook al ben je zwart, trek je bleek weg en is mijn doel wit. En jij? Jij gaat me geen schade aanrichten, want je bent net zo bigger als je vader. Tijdens het boodschappen doen struikelde hij over Roemeense daklozen, hoe het plant zijn penis erin en heeft dat verlaten. Ja, je raadt het al, hij is half Roemeen, half Suriname. Ik ben best wel blij dat je gekomen bent. Je hebt niet de streken van je vader. Zet me in de league en ik zal de hele league fikken. Met 10 keer dopen dan 3 kwart van de sukkels die er nu in zitten. Time. Tim, what's good? Put it down. Oké, Maya, je doet een soort battle rap wat ik tof vind. Waar ik gewoon in principe, het is Engels, maar je gaat gewoon heel diep op bars in. Het nadeel daarvan vind ik wel altijd in een omgeving als dit, is dat je niet echt punches en beledigingen doet. Je gaat meer op de diepgang, vergezochte vergelijkingen, zeg maar, zoals dat e-hallo en dan. Maar ging dat langs of zo? Zoiets. Dat was een vergelijking in battle. Het gaat heel snel over mensen heen en daardoor krijg je heel weinig crowd response. Maar dat maakt het niet slechter. Dus het is gewoon voor hetgeen wat je doet, is het top. Ik heb daar altijd heel erg veel moeite in de zin van. Ik vind dat het een plek heeft in Punch-Out. Alleen tegelijkertijd heeft het altijd bewezen dat het geen plek heeft in Punch-Out. Omdat het nooit werkt op de een of andere manier. Alleen dat moest mij eigenlijk niet tegenhouden om te zeggen dat het goed is.
Want het is gewoon goed. Ja, dus, ja. Dus eigenlijk ja, ik weet alleen of we er wat gaan hebben verder in de pas. Dus, ja. Hey. Bij jou vond ik het ook wel leuk. Leuk. Je had een paar goede zinnen, een paar leuke referenties. Vandaar de performance niet altijd. Je performance kan nog wel wat stabieler. Weet je? Want als ik nu zie wat we in de league hebben en wat jij daar dan aan zou bijdragen, ben je eigenlijk een soort van combinatie van de dingen die er al zijn. En doe je dat zeg maar ongeveer op hetzelfde niveau of iets minder. Dus ja, wat is dan de meerwaarde? Alleen tegelijkertijd wat je zegt, aan het einde is dan wel weer waar. Van je bent misschien beter als een kwart wat in de league zit, niet drie kwart. Ja. Maar dat, weet je, dus daarom, er zijn zeker mensen slechter. Maar ik weet gewoon niet, de deal is nu, we zoeken mensen die beter zijn en die echt wat toevoegen. En daar hebben we allebei een soort van, ja, weet je, zeker niet slecht, maar ik weet niet. Kloppie. Ja, ik denk ook zo eigenlijk. Het is inderdaad met jou met Engels, ik kon het altijd wel volgen. Misschien heb ik ergens iets gemist of kan. Maar het is lastig voor mensen, veel mensen is het een tweede taal, sommigen die spreken niet eens goed Engels, om het te volgen. En jij redt best wel snel. Dus ik zou zeggen, als je dit in de States doet, iedereen gaat je volgen, maar hier met dit publiek, een deel gaat gewoon iets weg. Dus ik zou het gewoon iets aanpassen naar het podium waar je staat, iets langzamer. Het was wel goed. Ook wel, Tim zei misschien iets te veel workplay, ik miste een beetje gewoon echt de harde punch, dat je denkt van, oh, nou staat hij echt voor lul. Als je daar een paar van in doet, dan is het wel goed genoeg. Ja, met Engelstalig battelen, ja, dat is wat je doet. Ik vind het ook lastig om bij Punch-Out te horen. Maar ik vind het ook lullig om je af te wijzen omdat je Engels doet. Dus ik vond het wel goed genoeg om in de league te zetten wat dat betreft. Maar werk daar wel aan. Denk echt na waar je gaat staan en hoe mensen het gaan interpreteren. In Nederland is echt anders dan in de States. Maar goed, die kans wil ik je wel geven. Voor jou eigenlijk ook wat Tim zei, weet je, het was absoluut wel oké. Maar ik zie ook niet echt iets dat ik denk van, wauw, jij gaat de top 5 aanvallen. Weet je? Dat zie ik nog niet gebeuren. Kan je de 9 geven, vind ik ook surf, want dat verdien je niet. Dus ik zet jou gewoon op een twijfel. En voor mij deed jij dat ook. Dan mag X het weer beslissen. Ja. Leuk. X. Dus jullie gaven hem allebei door en hem twijfel. Ja. Kijk, voor jou. Kijk, je hebt Engels in Punch-Out. Er is niemand over in het Engels. En het verschil tussen Engels en Nederlands rappen is dat Fiction in het Engels gewoon vrijwel geen reactie kreeg. En Nederlands in de finale beland is. Ja, de finale is dan. Dat is het verschil tussen Nederlands en Engels rappen in Punch-Out eigenlijk. Dus mijn advies voor jou, mijn vraag eigenlijk aan jou is, kan je ook in het Nederlands en ben jij bereid om in het Nederlands te gaan? Ik ben Engels gewend. Ik zelf zeker. Fiction was ook echt, voor mij had hij nog nooit in het Nederlands gebattled, überhaupt. En de eerste keer dat hij deed was gelijk, bam. Weet je, dat is gewoon mijn advies, want kijk, je ziet het zelf. Heel veel mensen gaan die lines niet kennen in het Engels. Maar als ze in het Nederlands doen diezelfde bars, waren ze misschien wel aangekomen. Dus mijn advies is gewoon, probeer het in het Nederlands, okay. Lijkt mij. Is voor je eigen, weet je. Je doet al die moeite om die lines te schrijven, je weet ook reactie hebben, toch en zo. Ja. En dat het aankomt. Dus ben jij bereid om het in het Nederlands te proberen? Ja. Want de skills heb je sowieso, ik heb het gehoord. Je hebt creativiteit in die bars, diepgang, ik heb het gehoord. Die shit is gewoon nice. Maar ik bedoel van, ja, tegen wie ga je dan? Snap je? En Nederlands tegen Engels battles zijn ook niet echt. Nee. Dus als ik zeg, ja, als jij down bent om het in het Nederlands te proberen, ja. Zeg jij bent door, man. Oké, hij is door, man, sowieso. En ja, je bent niet slecht. Ja, ik zie ook niet direct in de top 3. Heb je vorig jaar ook meegedaan bij Amities? Ja, klopt, man. Ja, je bent al veel beter dan vorig jaar, man. Dat wel, die props geef ik je wel, man. Als je diezelfde vooruitgang nog een keer zou maken bij de volgende try-outs, dan ben je sowieso erin, 100%. Maar ja, het is een twijfel, man. Dus ik denk dat je ja, doorgaat dan, maar je moet je wel nog bewijzen in de eerstvolgende battle. Maar het is namelijk zo dat als je doorgaat, kan je er alsnog uitliggen als je niet presteert in je eerste battle, snap je? Ja. Dus je gaat met de hak over de sloot door, maar je moet wel echt flames brengen in je eerste battle. Ja? Komt goed. Allebei door dan, man. Geef het op. Rest boven om te stemmen op wie jij beter vond. Doe het gewoon via de site van Punch-Out.nl. Like, abonneer, deel en tot de volgende keer.